Hey boys! Oh fuck, er zit nog een slapertje in mijn oog. Yo, I gotta get this out before the comments start hating me. Ha! Yo YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Het is 3 dagen geleden dat ik nog heb geüpload. Dat is omdat ik naar Nederland ben geweest. En dan mag ik daar video's opnemen. Dat is niet gebeurd. Elke keer als ik naar Nederland ga, heb ik gewoon zo'n goede tijd. Dat gewoon niet met YouTube verbonden is. Dat gewoon echt chill is. En dan, ja, de fuck dat. Ik neem mijn camera wel elke keer mee, maar het komt er gewoon niet van. Snap je, het is hetzelfde als je op reis vertrekt. Je stopt altijd alles wat je hebt in je koffer. Maar eigenlijk gebruik je maar 1% daarvan of zo. En andere dingen leg je gewoon ergens in je hotelkamer. Daar kom je voor de rest van de week niet meer aan. Zo was het dus ook een beetje bij mij. Ik had een hele koffer mee, vol met allemaal kleren en camera's en alles. Het enige wat ik heb gebruikt zijn de onderbroeken. Sorry mama, ik heb elke keer toch dezelfde sokken aan gedaan. Want dit is waar we vandaag over gaan praten, is een nieuwtje. Eigenlijk 2 nieuwtjes. Weet jullie nog dat ik een video had gemaakt over die guys die in die go-car naar mijn huis waren gekomen? Ja, jullie weten wat ik bedoel. Als je niet weet of welke video het hebt, is deze video. Zijn het altijd de grootste fans die voor mijn deur staan? Fuck jullie. Is het een keer gezegd. Dat je echt niet chill vindt als er mensen voor mijn deur staan. Nou. Ik ga maar een foto nemen. Ik heb zo net meegekregen dat dit is een go-car. Ik denk dat iedereen wel weet wat een go-car is. En dat het typeert de kust. Ik weet niet waarom, maar toeristen vinden het leuk om in zo'n rare, schrale, fucked up auto te rijden. Waar ik dan nog eens zelf in moest stappen en zo. Fucked up. En je mag daar niet mee op straat rijden. Je mag daar bijna niks mee doen. Je mag daar alleen een parcours mee volgen die uitgestippeld is door Blankenbergen. En iedereen die go-car heeft, rijdt dezelfde weg. Behalve van die stomme wallons die, ja, snap je, die denken, joh, we zijn stoer, we gaan een beetje op de weg rijden. En dan worden ze aangereden door, ja. Snap je? Het parcours die uitgestippeld is, gaat recht door mijn straat. Recht erdoor. Dus de mensen die dan in die go-car zitten, die zien dan mijn huis en dan zeggen ze: hey, ik ken dat huis van ergens. Maar eigenlijk, ja, we bellen ze aan, ja, snap je? Gay shit. Maar oké, laten we beginnen aan de video. Zeker even als het leuk vindt, 15.000 likes zou cool zijn. Ik ben Acer en ik zou zeggen, let's fucking go. Dan. Weet je, daar pillen bestaan die je kan nemen en blijkbaar vergeet je dat zo de slechte dingen. Dat zijn geen drugs, gewoon echt bij de apotheker af te halen, zo gewoon om blij te worden. Fucking raar. Ik ben ongelukkig, laat ik even een pilletje nemen. Oh shit, ik ben weer beter. Vandaag gaan we het hebben over zo'n krantartikel die echt door de sensatiekrant HLN geschreven is. Echt de poepkrant van België. En de HLN had als headline titel van hun artikel: politie geeft nu ook Pokémon Go boetes. Het eerste wat ik toen dacht was, yo, ik dacht dat er alleen op YouTube clickbait was. De krant en de media is nog 10.000 keer erger. Why the fuck? Zou je zo'n gay shit op je krant zetten? Boeit niemand. Boeit echt niemand. Dat is niet eens nieuws. Het artikel zelf komt erop neer dat blijkbaar als je Pokémon Go op straat speelt, dat je let niet op. En je brengt het verkeerde gevaar dat je boetes gaat krijgen. En dan gaat het dus om een boete van €55. En er zijn allemaal van die domme mensen die dan reageren onder de artikel. Meestal zijn dat van die gepensioneerde mensen die niks doen met hun leven. En die hebben niks beters te doen dan hele dagen op HLN artikels commenten en een domme mening daaronder zetten en zo. Ik zal het linkje van de artikel hieronder zetten, moet je maar eens checken naar die comments. Kijk, de media is gewoon de ergste clickbait ooit. Het woord clickbait komt gewoon van hun. Ze maken alles fucking erg. Die posts die je altijd ziet op Twitter en Facebook en alle andere social media van media is altijd uitvergroot als hel. Als er bijvoorbeeld op straat een hond is die in een been heeft gebeten per ongeluk van een man en eigenlijk is het niet erg, zetten ze gewoon in de krant: man bijna doodgebeten door pitbull. Snap je? Dan is het zo gay shit. Dan denk je van, wow, amazing. Dan lees je het artikel en dan denk je van, er is niks gebeurd. Exact hetzelfde als op YouTube. Wow, daar had ik eigenlijk zelf nog nooit aan gedacht. Kijk. Snap je wat ik bedoel? Fucking go-cars, get the fuck out. Ja, daar is zo aids van. Ja, sorry als de camera soms is verplaatst. Mijn statief is nog altijd kapot en ik heb geen geld om een nieuwe te kopen, maar dat wil ik ook niet, dus fuck die shit. Scare tijden, broer. Kijk, ik begon dus aan het geweldige artikel te lezen met het idee van, wow, ze hebben Pokémon Go gewoon illegaal gemaakt in België. De politie houdt je gewoon tegen als je het aan het spelen bent. Nee, het is zo'n hele uitbreiding van regel 4, paragraaf 7, bladzijde 8. Kijk, what the fuck? Yo, dit is echt niet meer normaal. Alsjeblieft, als iemand van het go-kart team net kijkt, veranderen jullie hun routes of zo. Dit is echt gay. En dat begint ook elke ochtend gewoon van die toeristen die denken, ja, laten we 's morgens eens in een fucking go-kart gaan rijden. Blijf weg. Oké, dus ik begon aan dit artikel. Ik was helemaal excited. Ik dacht, yo, ik speel geen Pokémon Go meer, want ik vind het een beetje een saaie app geworden. Het is de hele tijd hetzelfde. En ik lees dat artikel. Het is echt uitgebreide shit die nergens op slaat. Het artikel gaat ook nergens over. Maar het is wel het meest gelezen artikel in het laatste uur.
uur. En dan is dat waarschijnlijk echt meer dan miljoenen mensen die dat gelezen hebben. Waarom worden mijn video's geen miljoen keer bekeken? Fucking veel YouTube monies. Weet je dat ik dit weekend vast zat in Nederland omdat ik geen geld had om mijn trein te betalen omdat ik broke as fuck was? Echt erg. Ik weet niet waar mijn geld is. En dat was het artikel eigenlijk. Het was ook niet eens lang. Het was één lijntje of zo. Het was ook gewoon fucking slecht geschreven. Er stond dan ook in dat als je bijvoorbeeld een berichtje aan het lezen bent op straat, dat je dat geen boete krijgt. Het gaat dus echt specifiek over Pokémon Go. Waar ook echt belachelijk is, want de politie mag ook echt mijn ballen zuigen. Hebben jullie goed gehoord? Dat was smaad naar de politie. Oh my god, wel weer 80 euro. Voor de rest wil ik jullie dus gewoon aantonen dat de media echt dikke shit is. Het nieuws is kak. Het nieuws dat wij krijgen is altijd hetzelfde. Elke dag is het hetzelfde nieuws. Of dan zo dingen, en die dingen gaan dan viral en daar verdient de krant fucking veel geld aan. Terwijl dat die artikels echt geschreven zijn door imbeciele mensen die bij de HLN werken. Van die mensen die afgestudeerd zijn en al helemaal de redacteur voelen. Fucking volwassenen. Ik snap je, ik wil wel de krant lezen en zo, maar dan met zo'n shit artikels in de HLN, yo, ik ga niet up-to-date blijven. Het lees dan een betere krant. Je kan zeggen wat je wil, maar de moeilijke kranten waar de wagen media is, staat over economie en shit en de beurs, die dingen zijn echt rete saai. Eigenlijk boeit er mij niks in heel de wereld. Stel je voor zo'n krant waar ze echt van die nutteloze dingen in zetten. Zo verhalen of zo van vrouwtjes die naakte mannen zien in parken. Het zou nog grappig zijn. Kijk, ja, ik bedoel gewoon, de krant sukt, de internet sukt en Pokémon Go is strafbaar, dus speel geen Pokémon Go meer. Dat is een waarschuwing, anders moet je 55 euro boete betalen, dat is echt superveel geld. Vraag me dan ook af wat de politie dan tegen je zegt. Zo, yo, jij speelt Pokémon Go. Mag niet. Stomme uniform. Hate you. Dus dames en heren, vonden jullie een leuke video? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Morgen terug op jullie beeldscherm. Kun je hoe laat? Kun je wanneer? Kun je op welke site? Maar ik weet wel dat ik terug ben en dat ik niet ga doodgaan. En er is daar... nee, het is geen go-kart. Deze keer is gewoon een man met een fiets. Yo, goed zo, man. Tot morgen. Adios, bitches. Hello. Dit en ja, check. Let's go.